Ja, dankjewel allemaal. Welkom bij een talk over het organiseren van meetups, zoals Bas al zei. Ik had van tevoren niet verwacht dat we in zo'n grote zaal zouden staan met zoveel mensen. Dus ik denk dat ik na afloop van deze talk wel toe ben aan een goede massage. Die kunnen jullie daar halen. Ik ben Gijs. Ik werk bij Savvy. Dat zien jullie aan mijn t-shirt. Wij doen managed WordPress hosting, dus als je daar vragen over hebt, ook bij onze stand. Ik heb het vandaag nog even opgezocht en ik werk sinds 2008 al met WordPress, dus een behoorlijke tijd. En eigenlijk sinds 2014 organiseer ik samen met Taco de WordPress Meetup in Nijmegen. En de ervaringen die we daar hebben opgedaan, die willen we vandaag graag met jullie delen. Ja, zoals gezegd, ik ben Taco, ik werk bij Yoast. 2013 pas begonnen met WordPress, toen bestond het al een tijdje. En eigenlijk een beetje erin gerold met wat toeval. Ook in die meetup. En ja, het is leuk. Het is hartstikke leuk om te organiseren. Ja, ik kan me de eerste keer nog goed herinneren. Toen waren er 20 mensen, waren ongeveer de helft collega's en de helft mensen van een ander bedrijf. Nou, dat klinkt weinig, maar toch kun je met 20 mensen een hele koelkast met bier opdrinken, kan ik jullie inmiddels vertellen. Inmiddels zijn we allemaal iets groter geworden en de laatste meetup zitten we ongeveer rond 80 bezoekers. Dus het begint behoorlijk serieus te worden, dus daar gaan we vandaag meer over vertellen. Ja, we gaan door 10 tips, hè, dat zei de titel al. Ze staan op een rijtje voor jullie, maar we zullen iets uitgebreider bespreken. Yes, ja, organisatoren, het uiteraard superbelangrijk, want als niemand het heft in handen neemt, dan komt er gewoon geen meetup. Dus ja, mocht je zelf met het idee spelen, ga dan gewoon beginnen, maar zoek ook vooral andere mensen om samen met jou te organiseren. In je eentje, het is niet superveel werk, dat valt allemaal reuze mee, dat kan ik jullie ook vertellen. Maar probeer het wel met andere mensen samen te doen. Dat maakt het gewoon leuker, maakt het makkelijker, want je kan het werk verdelen. Maar één ding wat heel belangrijk is, je hebt samen ook een groter netwerk. Want je zal merken dat bij het organiseren van de meetup je netwerk heel belangrijk is. Als het gaat om het vinden van sponsoren, als het gaat om het vinden van sprekers. Ja, het is gewoon handig als je veel mensen kent. Dus dan komt een groot netwerk in ieder geval heel erg van pas. Het is natuurlijk best wel een dingetje. Hè? Hoe moet je nou beginnen? Dat beginnen, er staat een mooie oerknal. Maar zo begint het vaak niet. Als je nou twijfelt over, ja, hoe dan? Hoe begin ik? Waar begin ik? Slaan we deze stappen even over. Als je eenmaal een team hebt, als je mensen gevonden hebt om samen mee te organiseren. Als je misschien wel in je eentje bent begonnen, omdat je zegt, nou ja, toch maar even alleen, want ik heb nog niemand kunnen vinden die gelijkgestemd is. Begin met het prikken van een datum. Wij hebben ervaren dat zolang als je geen datum prikt, je ook niet gaat organiseren. Er is geen stok achter de deur, het komt wel, dat ene project gaat toch nog even voor. Er is toch niemand die van jouw plan af weet. Plan die datum en vooral roep de datum tegen zoveel mogelijk mensen om je heen. Dan hoef je namelijk niet alleen jezelf eraan te houden, maar dan krijg je ook de mensen om je heen die je gaan vragen, hey, wanneer was het nou ook alweer en hoe ver ben je al? Waar moeten we heen? Dus plan die datum en dan gaat het goed komen. Nou is het plannen van een datum niet zo makkelijk. We hebben toevallig vorige week daar een leuk gesprek over gehad met een aantal mensen. Maar er zijn best wel wat meetups in Nederland. WordPress meetups, PHP meetups, JavaScript meetups, pianostem meetups. Net wat je leuk vindt. En die hebben allemaal over het algemeen al een datum vastgelegd. En dan is het als je bijvoorbeeld een WordPress meetup gaat organiseren, natuurlijk niet handig om te concurreren in dat kleine Nederland met een andere WordPress meetup of met WordCamp, want dat ga je niet winnen. Dus hou bij het kiezen van je datum, hou rekening met wat er al is. En dat kun je vinden bijvoorbeeld op meetup.com, op Twitter, vraag het eens in je netwerk aan collega's, wanneer wordt er al iets georganiseerd? En als je dan je datum gekozen hebt, check dan meteen even of het niet toevallig kerst, Pasen, schoolvakantie of dat soort dingen is. Want ook dat wil nog wel wat doen voor je opkomst. Yes. Nou, als je dan eenmaal een datum hebt gekozen en je hebt die stok achter de deur, dan is een van de eerste dingen die je echt wel graag wil regelen, is een locatie. En grofweg hebben we daar twee smaken in.
je kunt de reizende circus variant toepassen of je kunt proberen voor één vaste locatie te gaan. Nou, spreekt het voor zichzelf dat een vaste locatie natuurlijk veel makkelijker is. De eerste keer is het evenveel werk, maar daarna, je kent de mensen, je weet hoe het werkt. Je bezoekers weten ook waar ze naartoe moeten. Dat is gewoon handiger. Ga je voor de reizende circus variant, dan zul je dus elke keer een andere locatie nodig hebben. Vaak doe je dat in combinatie met je sponsoren. Want voor een sponsor kan het heel interessant zijn om een meetup te hosten. Hè, zodat potentiële werknemers bijvoorbeeld je bedrijf leren kennen. Of dat je jezelf in ieder geval onder de aandacht kan brengen. Begin daar in ieder geval op tijd mee. Goede plekken waar je aan kan denken om een meetup te organiseren zijn co-werkplekken zoals deze. Hè, die sluiten heel erg aan bij de doelgroep. Hebben over het algemeen nog wel een interessante prijsstelling. Je kunt ook denken aan inderdaad gewoon de kantine van een sponsor of van je eigen bedrijf. Zeker als je net begint, dan past dat vaak zeker wel. Eén ding is in ieder geval belangrijk bij een locatie. Probeer het niet te doen in een openbare ruimte. Probeer echt wel te zorgen dat je zoals hier de deuren dicht kan doen. En dat je gewoon alle aandacht hebt voor de sprekers. Als je het in een openbare ruimte doet waar nog mensen op de achtergrond vijf bieren bestellen zijn en hun afgelopen weekend in bespreken zijn, dat is niet handig. Dus ja, zorg in ieder geval voor een eigen zaaltje en dat er ook gelegenheid is om de voor en daarna nog wat versnaperingen en drank te nuttigen. Want het netwerkaspect is ook heel belangrijk. Oké, je hebt een team, je hebt een datum, je hebt een locatie. En dan sprekers, mensen die op zo'n podium komen staan, die iets vertellen wat interessant is voor anderen, waar mensen op afkomen. Wij weten, en daar gaan we jullie meteen voor waarschuwen, het vinden van sprekers is zowel een zegen, als het lukt, als een vloek als je maar niemand gevonden krijgt. Maar als het lukt om een meetup neer te zetten met goede sprekers, het geeft echt een fantastisch gevoel. Dus wij snappen wel dat Barry zich vandaag helemaal goed voelt. Maar wat doe je dan precies? Als je een spreker uitnodigt, nodig je er eentje uit, twee over hetzelfde onderwerp, iets verschillends, misschien wel drie sprekers op een avond. Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. En als je dan je sprekers gevonden hebt, laat ze dan ook van tevoren even weten waar ze aan toe zijn, waar ze moeten zijn, hoe laat ze verwacht worden en vooral ook wat voor setup er is. Moeten ze praten met een microfoon of twee zoals in dit geval? Of moeten ze gewoon over een zaal heen schreeuwen? Is er een beamer? En op welk formaat moeten de slides dan zijn? Al dat soort informatie maakt dat een spreker zich beter voor kan bereiden en dus rustiger op het podium staat. En dat komt alleen maar ten goede aan de kwaliteit van de presentatie. Je hoeft niet altijd een spreker te hebben. We hebben een heel mooi voorbeeld van WordPress Meetup Rotterdam. Die hadden afgelopen jaar een infomarkt georganiseerd. Waar gewoon verschillende bedrijfjes je konden helpen met je WordPress problemen. Geen spreker, wel een aantal mensen die kunnen helpen. Fantastisch concept, was absoluut een succes, toch? Er zijn meer dingen. Je kan een code night organiseren, je kan een bar sessie doen. We hebben in Nijmegen het WP Café gehad, waar we gewoon met een aantal WordPressers geoefend hebben. Absoluut leuke manieren om andere mensen in de WordPress wereld te leren kennen die onafhankelijk zijn van het zoeken van zo'n spreker. Dus denk eraan en doe het ook gewoon. Organiseer een keer wat anders. Moeten wij ook nog steeds doen trouwens. Absoluut. Ja, als je dan al die dingen geregeld hebt, een locatie, toffe sprekers, hè, je bent zelf lekker aan het organiseren, dan zou het natuurlijk wel leuk zijn als er ook mensen op je meetup zouden komen. Nou, vandaag is het natuurlijk supergoed gelukt met een uitverkocht huis. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Daar moet je wel moeite voor doen. In ieder geval één goede start is om je meetup aan te maken op meetup.com. Het mooie daarvan is namelijk dat als jij het onderwerp van je meetup opgeeft, dat meetup.com dan automatisch allerlei mensen op de hoogte stelt die aangegeven hebben dat ze interesse hebben in WordPress of in het geval van Taco van pianostemmen. Daarnaast is het natuurlijk zaak om je eigenlijk alle kanalen waar je zelf de beschikking over hebt in te zetten. Hè. Dus zet het op Twitter, LinkedIn, Facebook. Werk je ergens, zet het in je eigen nieuwsbrief. Maar betrek daar ook je sprekers in. Die hebben vaak ook een heel groot netwerk. Hè. Zorg dat ze zichzelf aan jouw meetup promoten, ook weer via die kanalen.
En denk natuurlijk ook aan je sponsors. Nou zijn we in de gelukkige gelegenheid dat wij met beide bedrijven best wel een bereik hebben. Dus dat is lucky for us. Maar ja, vergeet ook niet je sponsors actief daarin te betrekken om de meetup te promoten. En met al die dingen, zorg ervoor dat mensen komen. Daarnaast is het belangrijk om je meetup even aan te melden bij Remkes kan dat denk ik. Dan kom je op nl.wordpress.org/meetups. Dat is alle meetups in Nederland netjes op een rijtje. Dat is ook een goed vertrekpunt overigens voor de research in het begin. Welke zijn er al en wanneer zijn ze dan? Heb je ze allemaal netjes op een rijtje staan? Als je er eentje hebt, ja, zorg in ieder geval dat je daar tussen dat lijstje komt. En dan kun je een goede opkomst verwachten. En uiteraard, als je een goede meetup organiseert, spreekt het zich voort en zal het steeds drukker worden. Dat is de eerste keer, ja, dat is de moeilijkste keer. Dan gaat het vanzelf goed. Ja, absoluut. Als je die promotie helemaal rond hebt, dan ga je zeker weten bezoekers vinden. 5 of zo de eerste keer. 4. Niet wanhopen. Een meetup organiseren gaat vaak niet van 0 naar 100. Er zitten een paar stappen tussen. Het moet zich rond gaan spreken, mensen moeten een positieve ervaring krijgen. En dat betekent dat je voor je bezoekers moet zorgen. Want niet alleen je sprekers willen weten waar ze moeten zijn en wanneer ze precies verwacht worden. En misschien of ze geld mee moeten nemen om wat te kunnen drinken in de pauze. Maar ook je bezoekers willen die informatie graag hebben. Meetup.com biedt inderdaad de mogelijkheid om al die informatie overzichtelijk op een rijtje te zetten. Eventueel nog in een e-mailtje, een dag of 2 van tevoren. En op die manier betrek je je bezoekers echt bij je meetup. En dat voorkomt meteen een ander probleem. Namelijk dat je bezoekers zich wel aanmelden, maar dat ze toch niet opkomen dagen. Dat er iets tussenkomt dat ze toch geen zin hebben, de kat ziek is, wat dan ook. Omdat er betrokkenheid bij je meetup wat minder is. We hebben zelf een redelijk extreem voorbeeld gehad. We hadden 110 aanmeldingen voor de WordPress Meetup in Nijmegen. En stonden daar uiteindelijk met net geen 60 mensen. Griepgolfje, kan gebeuren. Maar het is wel even zuur als je achteraf naar de lijst kijkt. Maar ook dat, geen reden om te wanhopen. Want de keer daarna was het gelukkig weer gezellig druk. Als je bezoekers betrokken zijn bij je meetup, we hebben het echt gezien, dan blijven ze terugkomen en dan blijven ze promoten voor jouw meetup, waardoor het alleen maar groter wordt. Dus denk absoluut ook aan je bezoekers. Ja, een beetje terugkerend thema van deze avond is dat je jezelf eigenlijk moet dwingen om de meetup te organiseren. Dat geldt voor de eerste keer met een datum zetten, maar dat geldt ook zeker voor de volgende keren. Probeer daarom een vast ritme aan te houden. Dus wij doen het elke 3 maanden, de tweede woensdag van de maand. Maar in ieder geval, het dwingt jezelf om weer met de volgende aan de slag te gaan. Maar het is ook handig voor je bezoekers, want zij weten ook wanneer ze de volgende kunnen verwachten en kunnen alvast een gaatje vrijhouden in de agenda. Ja, dat is natuurlijk, dat wil je graag. Daarnaast is het ook handig voor andere meetups, dat ze kunnen verwachten wanneer jouw meetup is, zodat ze daar rekening mee kunnen houden met hun eigen planning. Dus dat is in ieder geval prettig. Onze volgende meetup is de tweede woensdag van december, dus iedereen in de zaal, hou het even in de gaten en plan niet op die datum iets in. Maar kom er naar regen natuurlijk. Ja, uiteraard. Wat we wel ook geleerd hebben, om even terug te komen op het feit dat sommige mensen niet komen opdagen, is hoe verder je de inschrijving van tevoren al opent, uiteindelijk op de dag zelf, ja, mensen kunnen niet 3 maanden vooruit kijken. Dus als je 3 maanden van tevoren de inschrijving al opent, zul je zien dat er echt veel mensen inderdaad al zelfs een vakantie hebben gepland of iets anders en niet zullen komen. Dus ook al heb je een vaste datum, dan kan het op zich wel een beter idee zijn om je inschrijving bijvoorbeeld 1,5 maand van tevoren te openen. Dan is je programma vaak ook al duidelijk, weten mensen of de onderwerpen ze aanspreken. En zul je zien dat de mensen die zich inschrijven ook in ieder geval veel beter komen opdagen. We zijn er bijna. We zitten bij nummer 9, sponsoren. Niet ieder evenement heeft zulke goede sponsoren als WordCamp Nederland. Dat is ook niet nodig. Want je kan prima een meetup organiseren zonder sponsor. Of misschien als je je baas lief aankijkt dat die wil sponsoren. En als je toch ervoor kiest, of als je wel ervoor kiest moet ik eigenlijk zeggen, om sponsoren te gaan zoeken, ben kritisch. Kies een sponsor die past bij je meetup. Als jij een meetup houdt voor ex-alcoholverslaafden, vraag geen brouwerij. Dat wordt hem niet.
Zo zijn er echt wel bedrijven die wel of niet passen bij je meetup. Maar laat ze ook niet te veel bepalen. Het kan natuurlijk zijn als een bedrijf flink in je investeert, in jouw meetup, dat die zegt, ja, ik wil wel sponsoren, maar dan moet je iedere keer minimaal één van mijn mensen uitnodigen als spreker. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Dus ben daar kritisch in en durf ook nee te zeggen tegen potentiële sponsoren. Als je ze gaat zoeken en je vindt een bedrijf waarvan je zegt, nou, dit is echt een gaaf bedrijf, die zou mijn meetup moeten sponsoren, ben dan duidelijk in je aanvraag. We kennen het alle twee, dat er een mailtje binnenkomt met, we organiseren een meetup, wil je sponsoren? Wat dan? Wat sponsoren? Wat voor meetup? Maar vooral ook, wat is de tegenprestatie die jij geeft aan dat bedrijf? Dus zorg, als je een sponsorverzoek doet, dat het echt uitgebreid is en dat je duidelijk beschrijft wat je van een sponsor verwacht en wat je ze terug kan bieden. Absoluut. Dat is de laatste en belangrijkste tip. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. En dingen blijven leuk als je zorgt voor afwisseling. Taco heeft al een paar mooie voorbeelden genoemd. Een infomarkt is natuurlijk een heel leuk idee. Wij zijn ook begonnen met eigenlijk twee tech tracks. Later zijn we geswitcht naar een beetje dezelfde setup als hier. Eerst een keynote over een algemeen onderwerp. En daarna een splitsing tussen een tech track en een business track. Nou, dat was een experiment voor ons, maar dat bleek dat de business track echt super populair was. Een ondernemer vertelt eigenlijk gewoon hoe die met WordPress zijn geld verdient, zonder al te diep op de technische details in te gaan. Ja, dat soort dingen houden het gewoon leuk. En er staan er allerlei dingen op programma. We willen dingen met video, foto's, verslagen achteraf. Dat houdt het ook leuk voor jezelf en voor je bezoekers. En afwisselend. Dus let erop. Nou staan we hier natuurlijk omdat we een meetup organiseren die best wel goed loopt, durven we eerlijk te zeggen. Maar wij weten ook niet alles. Wij lopen ook aan tegen veel afmeldingen. 10-20% soms. En één keer zelfs heel veel. Wij weten niet alles. Dus we hebben absoluut ook jullie hulp, jullie kennis nodig om te zorgen voor betere meetups in Nederland. Niet alleen je eigen, maar ook die van ons. Daarom hebben we speciaal voor vandaag een hashtag verzonnen. Als je tips hebt, als je vragen hebt, tweet er alsjeblieft naartoe. Op die manier kunnen we elkaar als WordPress community verder helpen met het organiseren van betere, grotere en mooiere meetups. Dank jullie wel. Conversieoptimalisatie tip. Wat is de beste avond, is jullie ervaring om een meetup te organiseren? Natuurlijk de woensdagavond, anders zouden we dat niet doen. Wat we gemerkt hebben is dat een vrijdagavond niet zo goed werkt. Want dan willen mensen graag weekend vieren. En de maandagavond staat er ook bekend om dat mensen het niet zo goed doen. Hoewel er een van de meetups is die op maandagavond altijd een super meetup neerzet. Dus ja, het is toch een beetje gokken en uitproberen. Ja, sowieso zou ik aanraden om het 's avonds te doen. Ik heb laatst een meetup meegemaakt, die was overdag. Het was geen WordPress meetup, maar dat was toevallig in vakantietijd. Dus toen konden er nog wel mensen, maar toen gaven ook heel veel mensen aan. Het is toevallig dat het vakantie is, maar anders had ik hier niet bij kunnen zijn. Dus sowieso 's avonds doen is in ieder geval een tip. En je zei pas op niet ver van tevoren, in een vuistgetal. Hoe ver van tevoren zou je echt verwachten? Ja, zo'n 6 weken denk ik ongeveer. Goed getal, dan heb je vaak al wat meer duidelijk inderdaad over de sprekers bijvoorbeeld. 3 maanden is onder onze ervaring wel, dan kun je wel de datum vastzetten, maar is wel echt iets te veel om iets concreets te zeggen al over de avond. Vraag en zo, tijd voor 2 minuten. Goeie vraag. De vraag was, hoe ziet een meetupavond eruit? Hoe laat begint dit? Hoe lang duurt dit? Wat staat er op het programma? En het werd al even genoemd, zit er ook netwerkmogelijkheid bij? Daar moet je absoluut ruimte voor maken. We hebben ook een keer een enquête gedaan onder onze meetup leden, om het maar zo te zeggen. En daar bleek heel duidelijk uit dat mensen het netwerkgedeelte ook heel belangrijk vinden. Dus zorg zeker vooraf dat mensen al wat eerder kunnen komen en met elkaar kunnen praten. Dat je achteraf nog wat met je locatie afspreekt, dat mensen wat langer kunnen blijven. Las even een pauze in waar mensen even wat drinken kunnen halen. Heel belangrijk. In ons geval, en denk de meeste meetups wel, begint het ongeveer rond 8 uur. Soms 7:30 qua inloop of 8 uur,
8:30 de eerste spreker. Talks ongeveer 3 kwartier. In ons geval hebben we dan 2 rondes. En na afloop, de ervaring leert dat de meeste mensen zo rond 1:00 of 11 of zo weer naar huis toe gaan. Ja, en ook daar is best wel variatie. Je kan er ook voor kiezen om 1 spreker uit te nodigen in plaats van 2 of meer. En die kun je dan natuurlijk meer tijd geven om te spreken. Dus het is echt afhankelijk van de indeling van je avond. Maar veel langer dan 1 uur, dan zijn mensen wel echt toe aan het drankje. Vraag nog uit de zaal. Zijn jullie meetups betaald? Nee, we zijn helemaal gratis. Nog 1 vraag uit de zaal. Wat voor onderwerpen bespreken jullie op zo'n meetup? Nou, wij organiseren natuurlijk de WordPress meetup en we laten vaak eigenlijk, wat hebben we de laatste tijd gehad, is dus in ieder geval altijd iets met WordPress te maken sowieso. We hebben een keer accessibility gehad als onderwerp. We hebben een ondernemer gehad die een hele grote WordPress site heeft en daar zijn geld mee verdient en gewoon verteld heeft hoe hij zijn eigen site in de markt zet, wat voor verdienmodellen hij gebruikt, allerlei SEO tips. Security van Brecht. Richard is bij ons geweest om te spreken, dus de zaal zit wat vol bekende gezichten voor ons. Wie is er geïnspireerd zelf een meetup te gaan organiseren? Het gaat druk worden. Heel goed, heel goed. Dank je wel.